is Punch-Out. Punch-Out. Zorg dat je het onthoudt, de plek waar je carrière begint of ophoudt. We komen aan de naam Nick Veen. Over de voornaam kan ik niet te veel kwijt. Ik wil mensen nog geen Engels geven. Want dat is iets waar je echt heel veel Engels over kan schrijven. Maar Veen, ja, ik wilde gewoon iets wat een beetje internationaal klinkt. Omdat ik ook Engelse battles heb gedaan. En mijn achternaam is Van Veen. Dus Veen, dat klinkt iets Engelsachtiger. Iets buitenlanders. Wat ik de grootste verandering vond, is denk ik dat het professioneler is. Dus ja, allemaal gewoon strakker geregeld. De uploadtijden, hoe het op beeld uitziet. De judgment die een week later komt. Hoe dat die setting is gemaakt. Is gewoon een stuk professioneler. Het geluid is beter. Of course, het was heel erg hol, klonk dit. En ja, dat is gewoon strakker. En dat geeft zelf ook motivatie om wat meer je best te doen. Dan denk je, dan moet ik er zelf ook meer staan. En dus niet, het heeft dan misschien iets minder die straat-vibes zoals je vroeger had met battles, maar het heeft wel meer van ik kan hier niet een paar bars schrijven, de rest freestylen. Nee, ik moet echt strak on point komen. En dat is wel goed. Ja, ik twijfelde daarna een tijdje om te stoppen, want ik had net voordat volgens mij Punch-Out een jaar of zo is gestopt, had ik een battle staan tegen Rossen. Daar had ik 3 rondes voor geschreven. Ik ben daar naartoe gegaan en net een uur voordat ik bij de venue was, stuurde Gossen me een bericht van ik ben ziek, ik kom niet. Gewoon eigenlijk een uur daarvoor, dat vond ik fucked up. Ik ben toch naar het event gegaan om de mensen daar te supporten. Weet je wel, battles kijken is toch leuk. En toen is er dus een heel jaar niks geweest en dat was gewoon frustrerend, want ik had 3 rondes klaar waar ik gewoon tevreden over was. Toen heb ik 1 battle gedaan tegen Cray in het Next Gen seizoen. Dat was dope, dat vond ik tof om te doen. Daarna had ik een paar battles staan wat steeds mijn opponent veranderd. Kijk, eerst iemand die had ik al gebattled, toen nog iemand die zei af. Toen zou ik tegen Sub gaan uiteindelijk. Daar had ik ook 3 rondes voor geschreven. En net weer een week voor het event nu dan. Zei ze ook van dat ze totaal stopte met battlen. En kon ik weer 3 hele rondes weggooien. En toen kwam school erbij. Toen wilde ik dingen met muziek gaan doen. En gewoon echt die frustratie daaruit. Dacht ik van fuck it, ik stop met battlen. Maar op een gegeven moment zie je die battles komen. En dan begint toch een beetje die itch te komen van ik wil battlen. Ik vind battlen gewoon leuk om te doen. Dus uiteindelijk heb ik toch contact opgenomen waar ik wil battlen. Wil doorgaan. En ja, is volgens mij lekker gegaan, die andere 2. Ja, nee, ik denk niet dat ik volledig de schuld kan krijgen van dat Cray is gestopt. Ja, ik denk niet dat ik daar zelf de volledige blame of schuld of whatever, of juist iets goeds, ligt aan wat je zelf van hem vindt, voor kan krijgen. Ik denk dat Waldo dat heeft gedaan. Wij hadden een dope battle neergezet en hij heeft nog Symmetric verslagen, terwijl hij in top 10. Toen kreeg hij Waldo. Ja, toen ging hij stumbelen, choken. En echt super zonde, want het had een leuke battle kunnen zijn. Maar nee, toen Waldo ging daar keihard overheen natuurlijk. En ja, toen was het klaar denk ik voor hem. Ja, mijn verstaanbaarheid inderdaad is altijd wel een issue geweest. Natuurlijk, ik heb een accent, ik kom uit Limburg. Maar ik kreeg inderdaad vaak die kritiek en ik probeer daar ook echt wat mee te doen. Dus ik heb inderdaad geprobeerd beter te articuleren. Als je gewoon goed oefent, dan ook wat harder je woorden. Duidelijk, want ze zaten bepaalde klanken die heel erg Limburgs klinken, probeer ik extra weg te laten, dat soort dingen. En mensen zeggen inderdaad wel dat het vooruit is gegaan. Dus de laatste 2 battles heb ik het volgens mij niet meer gekregen. Ik moest ook een Belg battelen, dus daar kan het ook doorkomen. Maar ik denk wel dat beter is gedaan, want ik heb daar echt wat willen te doen. En ik woon nou sinds kort ook sinds een jaar of 2, woon ik in Gelderland. Dus dat helpt ook wel een beetje. Dit seizoen, ik denk dat mijn beste prestatie qua hoe tevreden ik er zelf over had, hoe graag ik de battle wilde doen en hoe dat uiteindelijk is uitgepakt, denk ik tegen Cray. Ik denk dat ik daar, het was gewoon een leuke battle om te doen, want we hadden daarvoor geteamd. En een 2 tegen 2 was ook heel erg leuk om te doen, maar ik denk dat dat qua bars, qua reactie van het publiek, qua grappen, jokes, alles over en weer, dat de beste prestatie is die ik geleverd heb. Eerlijk, ja, ik kan wel een mooie promo droppen dat ik hem eigenlijk een flap goal vind en zo. Nee, maar ik kan goed opschieten met Popjohn, hij is een goede jongen. Toen die auditieflyer online kwam, zag ik de naam Popjohn staan. Ik kende hem toen nog totaal niet. Ik dacht, die guy wil ik in de league zien, gewoon alleen al omdat hij Popjohn heet. En hij was gewoon grappig. Hij heeft echt iets unieks wat totaal niemand in de league gewoon heeft. En het slaat aan bij mensen. Mensen vinden het grappig. Hij dropt zijn eigen ding. Hij trekt zich verder niet te veel aan van ik moet bars, ik moet bepaalde flows zetten. Nee, hij doet gewoon wat hij wil doen en dat vind ik tof, dat waardeer ik. Ja, ik denk inderdaad wel dat het publiek daarentegen hem is gekeerd. Ik denk dat het ook goed voor mij uitkomt, want hij is misschien nu zelfs nog iets meer gehaat dan dat ik ben. Dus dat spreekt in mijn voordeel. Maar
Ja, ik denk het wel. Sommige mensen vonden dat te ver gaan, maar aan de andere kant, als andere guys die wel populair zijn, Stef of weet ik veel wie, die halen ook overleden moeders erbij of die doen ook dingen voor shock value en dat werkt gewoon. Dus ik weet niet, misschien gewoon nog die hele image die hij heeft gehad. Ik denk dat zijn battle met Kippie daar ook in heeft meegespeeld. Dus Kippie heeft een hele grote fanbase die heel erg vocaal is. Ja, en hij heeft gewoon duidelijk verloren van Popjoch. En dat veel mensen kunnen dat niet hebben. Dat zie je nu ook met Mitch die hetzelfde heeft gedaan. Die krijgt daardoor ook steeds meer haat. Dus dat zal ook meespelen. Ja, mijn tactiek voor Popjoch is denk ik heel erg duidelijk. Ik bedoel, kijk een Popjoch battle, kijk naar hem. Daar kan je 20 rondes over schrijven. Alleen al over hoe hij eruit ziet, wat zijn hele image gewoon is. Daar kan je genoeg over bedenken. Maar ik probeer wel wat originele invalshoeken te pakken. Dat probeer ik altijd wel. En ja, ik hoop dat hij dat ook doet. Dus nou, het wordt grappig. Ik ben al wel begonnen. Ja, ik heb wel wat leuke dingen. Ik denk dat het wel grappig gaat worden, zonder te veel weg te geven. Ja, ik weet niet of het een rol is. Ik denk dat het gedeeltelijk een rol is. Iedereen, denk ik, speelt een beetje een rol als je op dat podium staat. Je bent aan de ene kant ben je natuurlijk gewoon een normaal persoon, maar aan de andere kant moet je ook een rol spelen. Want meestal haat je diegene tegen over wie je staat niet. Je vindt diegene meestal niet echt wack. Maar je brengt het toch op die manier in een battle natuurlijk. Dus hij zal dat ook doen. En gedeeltelijk is er een rol, maar gedeeltelijk is hij ook gewoon wie hij is. Volgens mij leeft hij dat ook wel voor het grootste gedeelte. De battle waar ik verder het meeste naar uitkijk is, denk ik op dit moment, Mitch tegen Vito. Omdat ja, allebei keiharde delivery gewoon en die energie op stage tegen elkaar, kernexplosie kan daar ontstaan. Dat lijkt me heel erg dope. Was op het vorige event niet al Taser tegen Fiction geweest, dan had ik daar misschien het meeste naar uitgekeken. Omdat beide, ja, het is gewoon een stijl die ik zelf heel erg dope vind en ook veel hanteer. Ja, gewoon zijn bars gekregen, schema's, technisch heel strak. Maar omdat ze net het vorige event al hebben gebattled, denk ik dat ik meer uitkijk naar Vito tegen Mitch. Pas goed op, Popjoch. Ik zweer het je. Wat je doet is leuk, maar ik denk dat het je niet gaat redden met wat je hiervoor hebt gedaan. Hiervoor had je best wel makkelijke targets. Je had geluk met mensen die opfokten. Je had geluk met de shock value factors die je kon pakken. Maar ik denk dat dit niet zo makkelijk gaat worden. Dus let op. Achtste finales, laatste 16. Het zijn de beste 16 die mee willen doen van het hele seizoen. En iedereen is nu gewoon gebrand om af te maken. De battles gaan ergens om. Het is do or die. Je wint of verliest. En als je verliest, lig je eruit. Als je wint, ga je door. Dus het komt echt hierop aan. Dus kom kijken. 25 juni.